En we regelen het. Ongeveer 350 kuub aan zand, een leeg pleintje. Meerdere teams tussen de 3 en 4 personen. En we hebben een compleet volwaardig beachvolleybaltoernooi in Rosmalen. Dus ik zou zeggen, welkom bij de Hort op Jan en kom er gezellig meekijken. Je hebt gewonnen. Ik heb gewonnen, ja. Met hoeveel? Nou, wij hebben gewonnen met ons team. Met 31-30 en met 1 punt verschil gewonnen. En even voor de kijkers thuis. Beachvolleybal, ja. Daar herkennen we. Dan staan er normaal 2 mensen per team. Ja, dat klopt. Maar dat is nu niet. Nee, dat is nu niet. Nu speel je met... Ja, daar waren wij. Maar nu spelen we met 4 mensen in het team en dan speel je 4-4. En in de zaal speel je met 6, maar als je dat hier doet, dan sta je flink in de weg. Ja. En nu met 4 en dat gaat heel goed. Dit is de tweede dag? Tweede dag. Hoe vaak moet je nu spelen? Op een dag? 5 keer per dag. En als je alles wint, dan moet je ook nog een finale spelen, dus 6. En 1 pot duurt, 1 wedstrijd? 2 sets en elke set duurt 10 minuten, dus bij elkaar is dat 20. En dan, dus intensief genoeg? Intensief genoeg, ja. Je zweet wel een beetje, dat klopt. Hey, en welk team zijn jullie? Wij zijn die aanvangers 1. En dat gaat er helemaal worden? Dat gaat heel wat worden. Hey, succes. We hebben van onze concurrent gewonnen, dus bedankt. Hè. Succes met de rest. Dat gaat goed komen, dankjewel. Ik sta hier, de beachvolleyballers zullen we hem wel herkennen, maar misschien is het goed om even voor te stellen bij de voorzitter van... Spirit, volleybalvereniging Spirit uit Rosmalen en voor Den Bosch ook natuurlijk. Hè. Want we zijn een van de grootste volleybalverenigingen hier in de regio en zeker vanuit in Den Bosch. En de voorzitter ook onder meer eigenlijk
een stuk in de organisatie van dit weekend? Nee, want daar hebben we Danielle voor. En Danielle die doet dat al bijna 10 jaar. Dus dat delegeer je natuurlijk. En mag er dan de zijkant meebeleven? Ja, maar ik ben natuurlijk ook wel actief bij de opbouw, afbraak straks. En in de lotenverkoop, hè, want we zijn natuurlijk ook actief. Crisis overal, dus daar maar waar het binnen kan komen. Ja, ook de voorzitter wordt ingezet om een mooie fiets te verkopen, ja. Laten winnen. Dus dat is wel heel duidelijk. Hey, de 10e keer, hè? 10e keer. Voor de 10e keer ook ruim 300 kuub aan zand. Ja, dat is dus wel altijd de moeilijkheid van waar halen we het zand. Maar we hebben een grote firma hier in het dorp en die stelt dan niet helemaal gaten. Maar ook dat weer ter beschikking. Ja, dat is een van de belangrijkste onderdelen, denk ik, voor beachvolleybal. Ja, we beginnen vrijdagmorgen om 7 uur beginnen we en dan rijden zo 10, 12 van die hele grote opleggers binnen. Om al dat zand hier neer te leggen. En dan maar hopen dat het dit weer is, hè? Ja, maar dat hebben we nou al 10 jaar. Ja. Weet je, dat hebben we echt al 10 jaar lang hebben wij het mooiste weer van de wereld. Dus het enige waar wij dus, alles gaat perfect, maken we nergens ons zorgen over, behalve over het weer. En dat is ook al 10 jaar goed. Hey, nou zijn er verschillende velden. Hoeveel teams doen er mee? Vandaag doen er 60 teams mee. En gisteren? Gisteren stonden er iets van, ik geloof, 68 teams op de velden. En dus dan moet je rekenen dat je per veld heb je 7 deelnemers. Dus dat zijn er nogal wat, hè, als we 12 velden bezetten. Ja, en er staan er permanent 4 in het veld en dat rouleert eigenlijk iedere keer. Dat rouleert en we hebben de verschillende niveaus. Als je dus rondkijkt zul je dat zien. Er zijn beginners, er zijn mixed teams, er zijn ook uit de eredivisie. En er zijn ook mensen uit die zomaar eens een keer vanuit de kroeg zeggen we gaan met z'n allen lekker volleyballen. Kan allemaal hier terecht, worden in de juiste klasse ingedeeld en hebben de hele dag plezier. En we zitten natuurlijk ook vanuit Groningen, die zitten daar. En uit Gouda en Graven, overal komen ze vandaan, Arnhem. En Rosmalen, Den Bosch, iedereen is hier vertegenwoordigd. Hey, nog even één vraag, hè? Want mensen zien dit, dan is dit weekend al voorbij, hè? Want we zenden dit over een paar weken uit. En die zien ook de beelden van beachvolleybal en denken, nou, misschien is het dan toch wel wat van mij. Ja. Nou, want het is nu ook Olympische sport, dus het komt ook veel meer in beeld. Weliswaar dan met 2 mensen continu in het veld, maar dit zo is gezellig, klein clubje. Ja. Je bent niet afhankelijk van 20 anderen, maar van een groep van 6, 7. Ja, dat klopt. En dan willen ze die interesse, zeg maar, omzetten in daden. Nou, dan gaan ze naar www.spiritvolleybal.nl en daar staat er een klein kopje, daar staat boven beachvolleybal en daar staan alle foto's van dit jaar weer. En het archief van de afgelopen jaren. En dan staat dus ook precies erin van wat je moet doen om klanten te melden. En kijk, er staan dan in de bladen staan dus de oproepen van schrijf je nu in. Het is altijd wel zo dat je vlot erbij moet zijn, want vol is vol. En we krijgen het elk jaar echt helemaal vol. Ik begrijp waarom ze uw voorzitter hebben gemaakt. Ja, die kan lullen als brugman. Welk team zijn jullie? De Janneke Sonnyep. Zeg dat nog eens. Janneke Sonnyep. Oh, je hebt Sonnyep. Nee, Janneke Sonnyep. Ik zei het ook. Heb je nou al discussie over de naam? Ja, het is een zware weekend geweest. Hey, hoe staat het ervoor in de ranglijst? Supergoed. Want? Alles gewonnen. Alles gewonnen? Eitje. Hey, wat maakt jullie nou zo'n goed team? De gezelligheid. Ja, is dat de belangrijkste factor? Zeker. En hoe zijn jullie hier naartoe gegroeid in dit toernooi? Hebben jullie een bepaald trainingskamp? Nee. Hebben jullie een bezielende coach? Ja, zoiets. Ja, die is hard weggelopen, hè? Ja, zeker.
Klopt het wat ze zegt? Ik zit niet bij een team. Maar dan? Mambo number 5, zei hij. Bij wie? Mambo number 5. Mambo number 5. En mag jij hier tussen gewoon zitten? Ja. Ja, ik heb nog meer team benauwd. Het is niet zo dat jullie speltechnieken van elkaar geheim houden. Nee hoor, want wij hoeven toch niet tegen elkaar dus. Mag er een zand gooien? Zand gooien? Nee. Wat mag er allemaal niet? Wat mag er allemaal niet? Wat zeg je nou? Een zandkasteel bouwen, terwijl je bezig bent, dat mag niet. Zandsculptuur ook niet? Ja, als je dat wil, dat mag, maar... Wat zijn jullie trucs? Bal hoog houden. Even wachten, want... Kijk, de dames weten nog niet hoe tv met een microfoon werkt, maar als ze aan de overkant iets roepen... Dat was deze. Wat zei jij nou? Ik zei onze tegenstanders heel goed afleiden. Afleiden, maar dan moet je je tegenstander ook goed kennen. Ja, sommigen kennen we inderdaad heel goed, ja. En gisteren. Dat was gisteren. En hoe bereid je je daarop voor? Hoe kom je achter hun speltechniek? Ja, gewoon kijken naar hun andere wedstrijden. Ja, en analyseren jullie, hebben het daarover? Ja, tuurlijk. En hoe je bijvoorbeeld iemand moet aanpakken, zeg maar, aan het net? Ja, dat niet. Gewoon hoe gek je moet doen om ze af te kunnen leiden. En hoe gek zijn jullie? Heel gek. Heel gek. Dat wil je niet weten. En toen werden ze stil. On the floor, I like to move it, come and give me some more, watch me get physical, out of control, there's people watching me, I never miss a beat, still the night, kill the lights, feel it under your skin, don't try, keep it tight, cause it's pulling you in, pump it up, you can't stop, cause it feels like an overdose. Zeg eerst eens even, welk team zit hier? Wij zijn de Klunzen. De Klunzen? Ja. Hoe komt het? Ja. We zijn niet beter. Ja, jij kent hem niet. Hey, ik zag net allerlei vitaminedrankjes, sudrantjes, sapjes, fruit. Oh, vang je deze niet? Ja, dat hebben wij ook. Is het dan niet zo dat het steeds slechter gaat, gaandeweg het toernooi, of beter? Ja, het gaat dus beter. Ja, het is beter. Wat is jullie kracht? Wat is onze kracht? De mus. Ja, de mus. De mus. De bus. Mus. De mus. Dat is hem. Nee. Vertel eens. Ja, vertel het eens. Ja, de mus. Ja, dat is gewoon een fenomeen. Dat is gewoon een held. Leg eens uit. Ja, dat is hier. Ja, kijk er even goed naar. Ik zou zeggen, ja, het kan er één zijn. Zijn er middelen binnen dit toernooi die je niet mag gebruiken? Want ik zie jullie bier drinken, maar... Maar eigenlijk alles om uw eigen op te peppen, want jullie hebben gisteren een zware avond gehad. Weten de mensen thuis niet, maar is er een barbecue geweest en zo? Nee, daar zijn we niet bij geweest. Geen afterparty? Barbecue zijn we niet bij geweest. Jullie hadden teambespreking op dat moment? Ja, zeker. Teambespreking met z'n allen. En nou, de microfoon vasthouden, anders horen ze... Ja. Dit is de kat. Doe eens even zwaaien naar die mevrouw. Hallo. Dit is Jut. Jut. Die ken ik niet. Nee. Dat is Koen. Dit is Koentje. Dat is Rens. De Laffe. De Laffe. De Laffe, even staan joh. Dat is Kevin. Daar hebben we Jorik. Jorik, even zwaaien. De Kelly family. Dat is onze Kelly. Kelly. Dit gaat Londen 2012 niet halen, denk ik. Ja, dat is nog iets te vroeg, maar de volgende dan zijn erbij. 2016 is in beeld. Ja, dan zijn erbij. In de sportersbus. En weet je ook zeker dat je dit uitzendt? Absoluut, succes jongens. En sterk om het thuis uit te leggen. I'm about to explode. Watch me, I'm intoxicated, digging the show. It's got me hypnotized. Everybody step aside. Still the night, kill the lights. Feel it under your skin. Now it's right, keep it tight.
come on and evacuate. Feel the club is heating up. Move on and accelerate, push it to the top. Come on and evacuate. Feel the club is heating up. Move on and accelerate. You don't have to be afraid. Now guess who's back on a brand new track? They got everybody in the club going mad. So everybody in the back, get your back up off the wall and just shake that thing. Go crazy, yo lady, yo baby. Let me see you wreck that thing and drop it down low, low. Let me see you take it to the dance floor, yo. Everybody in the club. Hey, wat is de kracht van jullie team? Ik zie sigaretten, bier, broodjes hamburger. Sangria. Ik heb echt geen idee. Sangria. Sangria. En doorzettingsvermogen. Doorzettingsvermogen. En wat nog meer? Gezelligheid. Gezelligheid. Hoe staat het? Hoe staan jullie ervoor? Want wie zijn jullie? Laten we daar eens mee beginnen. Wie zijn wij? Wij zijn FC Knudden. FC Knudden. En hoe hoog staan jullie op dit moment in het toernooi? Wij winnen de poedelprijs. Ja. Is het echt zo? Ja, echt. Hoe komt het? Alles verloren. Alles verloren? Hoe? Ja, om uit te lachen. Nee, ik lach jullie niet uit. Ik lach je hooguit toe. Want is het dan misgegaan in het trainingskamp? Of krijg je dan ook de coach de schuld? Ja, wij doen niet aan een trainingskamp. Wij doen 's nachts trainen met bier drinken. Kan het misschien daar mis zijn? Ik denk het wel. Hebben jullie dadelijk na het toernooi nog een evaluatiemoment? Ja, in de kroeg. Het is niet dat jullie last hebben zeg maar, van egootjes? Zeker niet. Nooit. Juist niet? Nee. En nog bepaalde voedingstips voor volgend jaar meenemen? Ja, broodje frikandel, broodje kroket. Iets ander fruit in de sangria? Ja, en sinaasappel. Hey, succes met jullie evaluatie. Ja, dankjewel. Ik zal voor je duimen voor de poedelprijs. Ja, dat is fijn. Want het is, we hebben weekend. Het is al bijna om. Het is al bijna om. Ik dacht, dan kom ik toch heel even bij het volleybal kijken. Ja, want welk team zie jij? Ik hoor bij Café de Beer. Kijk, daar zitten ze met oranje shirtjes. Ja, ja, jij zegt het goed. Oranje shirtjes. Oranje bril, dat is ook van het EK, maar ja, helaas. Zegt dat iets over waar jij staat in het team? Ik ben meer coach vandaag. De captain? Ik heb een blessure. En vandaar dat ze hier ook een beetje op afstand houden? Ja, ik ga even drinken halen voor de jongens. Dus. Is dat geheim? Nou, dat is niet geheim, maar even om de dorst te lessen. Die jongens zijn zo hard bezig heel de dag. Want hoe heet het team? Café de Beer. Kijk, ik zal even het shirtje, kom even. Gaan we nou gewoon hier sponsorreclame doen? Ik zal even een sponsorreclame doen. Dat is 20 euro. Aftikken. Kijk, zie je? Ja, nou ja, de mensen thuis zien het in spiegelbeeld. Dat is om te voorkomen dat we allerlei reclames op tv uitzenden. Oh, dan doe ik hem even. Ja, Café de Reep. Café, ja. Hey, maar hoe sta je in de ranglijst? Ik heb hier net al een... De ranglijst, hoe staan we nou? Eerste. Ik heb al 3 teams die eerste staan. Iets gaat hier niet goed. Zitten hier allemaal wel in hetzelfde toernooi? Ja, volgens mij wel, maar... Ja, daar waren hun net achterop. Die staan ook al eerstes. Ja, oh, daar, ja. Die daar zwaaien. FC Knudden was daar geloof ik. FC Knudden, ja. Die stonden ook eerstes. Oké, okay, ja. Nou. Ik wens jou veel succes. Ik ook. Fijne middag. Hey, goede teambespreking. De intelligentie zit ver vandaag, Monique. Het was weer een mooi weekend. Het 10e beachvolleybaltoernooi hier op het pleintje in Rosmalen. En ze boffen weer inderdaad, we hebben het van de voorzitter gehoord, met het weer. En nou, aardig wat teams. Je hebt het gezien, als je er interesse hebt, dan kun je opgeven via de website. En misschien moesten we volgend jaar met Boston ook maar eens een teamje maken. Dan kunnen ze wel leren hier in Rusmalen. Hè? En wij zien elkaar volgende week weer terug bij de Hortomian. Ik heb geen flauw idee wat we gaan doen. Maar ik hoor het altijd net van tevoren van ons Monique. Dus tot volgende week, tot de Hortomian.